Dames en heren, goedemiddag. En ik wil u van harte welkom heten in de Meerpaal. Op de kennisdag Bodemwater. En daar is zo'n dag een mooi instrument voor om eens met elkaar te kijken. Wat doen we allemaal al? Wat kan nog beter en wat kunnen we van elkaar opsteken? Ja, de inleiding was goed. Was heel mooi. Ik denk dat er wel een hele hoop dingen bij zaten die zeg maar voor onze generatie wel van toepassing zijn. Ja. Ik vind wel dat het waterschap daar goed mee bezig is. En ik hoop dat ze daardoor ook nog beter hun beleid kunnen aan gaan passen aan wat er nodig is voor de agrariërs. We merken dat we nog heel veel met elkaar moeten uitzoeken. En dat we elkaar heel hard daarbij nodig hebben. En daar zijn dit soort dagen natuurlijk super voor. Ik werk veel aan de plattelandssubsidies, aan de gebiedspilots. En vandaag hoor ik gewoon hoe het gaat in het veld, welke pilots er lopen. En ontzettend leuk om te horen alle landbouwers die vertellen over hun uitdagingen. En natuurlijk de wetenschap erbij en alles komt samen. De tweede workshop ging over wateropslag. Nou, dat speelt de laatste jaren voor genoeg zoet water. Dat is natuurlijk ook belangrijk en hoe we daarin kunnen innoveren. Nou, vooral gewoon mensen even spreken die je allemaal tegenkomt. Maar er zitten altijd wel specifieke onderwerpen bij die interessant zijn. De laatste over stikstofefficiëntie, ja. Daar stonden we eigenlijk net nog over na te praten, dus dat is ook erg leuk. Nou, dat vooral mensen bij elkaar komen. En dat ze dus ook elkaar ontmoeten en dat ze ook inhoudelijk geïnspireerd raken.